Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Mijn naam is Dianand Schraven en vandaag gaan we verder volgen aflevering nummer 92 alweer hier in de Verenigde Staten. Ronde nummer 12 van het laatste seizoen gaat dus beginnen, nog 4 rondes te gaan en dan zit het laatste seizoen er alweer op dus. Dat hadden we echt niet verwacht. Maar heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken. Zodat je deze dus gaat zien, dat kan recht voor het ietsje. Kleed erop, als je die aflevering verschijnen was in Japan, hadden we daar onze derde achtereenvolgende wereldtitel. En staan dus nu gelijk met Ayrton Senna. Hopelijk kunnen wij in F1-23 misschien meer kampioenschappen pakken. Maar goed, heb je dus die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken. Zodat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het ietsje. Kleed erop, als je die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn één kanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer wekelijkse F122 My Team Career content en ram ook gelijk op dat belletje, zodat je geen enkele race meer van mij mist, elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En ja, volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving, @GNNschraven op Instagram, Twitter en Facebook. Weet je niet hoe je dat moet spellen, gewoon mijn gebruikersnaam even kopiëren en plakken in Facebook, Twitter en Instagram. Interessant. Heel interessant. Goed, komen niet zoveel updates aan. In de vorige wedstrijd werden wij ook wereldkampioen bij de coureurs. Wat ik al heb verteld. Ja, geen updates. Waarom? De auto is gewoon tot het maximum geüpgrade. Faciliteiten komen er ook niet meer aan. Moeten even een rivaal gaan selecteren. Maar goed, dat zien we eigenlijk allemaal wel wie dat wordt. Lando Norris dus. En dan vind ik het wel tijd om naar de kwalificatie te gaan voor aflevering nummer 92. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of wij ook door kunnen komen naar Q2. Ik verwacht van wel, het moet wel vanzelfsprekend gaan worden. Ik ben ook benieuwd waar Jenson Button zo meteen naartoe gaat komen. Hopelijk kunnen wij het maar bij één run gaan laten. Dan sparen wij een setje softbanden uit voor in de wedstrijd. Wat we kunnen gebruiken voor in de wedstrijd. Goed verhaal. Pakken daar een track limits waarschuwing. Maar goed, het blijft bij een waarschuwing, dus het is niet erg. Op dit moment P3 met nog steeds geen tijd op de tabel neergezet. Jenson Button is nu ook naar buiten gegaan voor zijn run in Q1. Nemen daar een kortere lijn richting de laatste paar bochten. Carlos Sainz laat de snelste tijd noteren, 1.34.6. En wij komen tot een 1.34.4, snelste tijd in Q1. Zijn we aanbeland bij het einde van Q1. Met nog ongeveer 1 minuut en 10 seconden op de klok als Button naar P4 is gegaan. Wij gaan er nog een keer voor zitten om deze run ervoor te zorgen dat wij misschien wel naar de snelste tijd kunnen gaan. Dan geven we een signaal af aan de andere teams. Ook benieuwd wat Leclerc kan gaan doen. Sainz, de concurrentie is groot daar. Iets te veel doorgeschoven, maar pakken toch wat tijd goed vanwege die eerste run die totaal niet lekker liep. Zijn inmiddels doorwezen naar een zesde positie, nog steeds, denk ik. Vlag hangt uit in Q1. En dan komen wij met DRS aan bij startfinish en dat is de snelste tijd, jazeker. Goed gedaan. En is het op naar Q2. Zijn we aanbeland bij Q2, dus met ongeveer 1 minuut en 50 seconden op de klok. We laten hier iedereen voorbij gaan. Minder dan 2 minuten op de klok. Nog geen tijd genoteerd. Maar goed, het is geen probleem. We kunnen ons gewoon nog gaan verbeteren met deze ruime seconden, minuten nog op de klok. Dus dat is allemaal geen probleem als we maar binnen de tijd finishen. En daar bedoel ik mee dat we binnen de tijd een ronde gaan starten. Banden nog even opwarmen. En dan is het tijd voor onze eerste en enige poging om door te gaan naar Q3. We hebben geen last van verkeer, geen last van mensen met de snelle run. Dus we kunnen vol gas pushen, zo hard als we kunnen met nog ongeveer 1 minuut op de klok. Vlag hangt uit in Q2. Daar weer Apex wat gemist. Momentje overstuur op de exit. DRS geopend en dat is de snelste tijd ook in Q2. Goed gedaan. Hopelijk kunnen we deze vorm ook vasthouden voor Q3.
En zijn we aanbeland bij Q3 met ongeveer 1 minuut en 10 seconden op de klok. En kijken of wij ook naar de pole positions kunnen gaan toerijden. Snelste in Q1. Snelste in Q2. Hopelijk ook snelste in Q3. Met nog ongeveer 1 minuut op de klok. Iedereen is al bezig met een snelle run. Of is bezig met een outlap, kan ook, weet ik niet zeker. Want ze zitten wel heel erg dicht op elkaar. Komen aan dan bij sector 3, laatste sector, gedeelte waar de auto wat minder sterk is. Daar een klein moment onderstuur bij die bocht. We moeten daar even de escape route nemen om die broodjes niet te raken. Vlag hangt uit in Q3. Volgens mij staat Charles Leclerc voorlopig op pole position Button op P6. En waar komen wij te staan? Met DRS een P2 volgens mij. Een tweede positie achter Charles Leclerc. Leclerc dus op pole position, wij dus op P2, Norris op P3 en Button helaas op P7. Dat is jammer, maar goed, geen probleem, er kan van alles gaan gebeuren in de grote prijs. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 82 hier in de Verenigde Staten. Kijken wat het gaat worden, daar gaan we dan. Welcome once again then to the United States Grand Prix here in the magnificent city of Austin. It was here in 2018 that Kimi Räikkönen delighted the world by taking the top step of the podium for the first time in 114 races. There's always a record to be broken. So what, I wonder, is in store for us today? We have 10 turns to the left and 10 turns to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turn 1 and turn 12 at this anti-clockwise track. It's 3.6 miles long and we should see average lap speeds of around 126 miles per hour. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position and the professor completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Norris, Liam Lawson, Yuki Tsunoda and Sainz, Button, Ocon, Drugovic and Fernando Alonso, Mick Schumacher, Russell, Nicholas Latifi and Tiptum, Magnussen, Teo Pourchaire, Robert Schwartzman and Pierre Gasly, Oscar Piastri, Stroll, Richard Vachon and Guan Yu Zhou. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. With me today, of course, is Natalie Pinkham. Let's talk about the professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances. But what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another good race today. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Nou, na de puntenfinish van vorige wedstrijd moeten wij dus weer punten gaan pakken, zegt de ingenieur. Aan het einde van de race kan er regen gaan komen, dus daar moeten wij voor oppassen en opletten. En dan gaan we beginnen voor de formatieronde voor aflevering nummer 92 hier in de Verenigde Staten met Charles Leclerc op pole position. Wij dus op P2, Norris 3, Lawson 4, Tsunoda op P5. Norris en Lawson op de soft, dus daar moeten wij voor oppassen. We kunnen een goede kans maken om de leiding te veroveren. Want we hebben de binnenste kant voor de eerste bocht. Die is naar links. Achterbanden goed opwarmen voor de start. Gaat het hier helaas mis en we tikken de muur aan. Gelukkig is er tijdens de formatieronde geen schade. Codemasters heeft dat uitgezet. Dus we mogen van geluk spreken dat we niks hebben beschadigd. Die dan weer helaas een spin omdat de achterbanden gewoon nu te heet zijn. En die moeten zo snel mogelijk worden afgekoeld met nog een paar meters te gaan. Remmen ook even op temperatuur brengen. Gaat het hier weer mis. Het zijn gewoon de achterbanden die te heet zijn. Daardoor verlies je tractie en dan krijg je dit. Nu is het nog even snel naar de gridpositie toe. Kijken of we er goed in kunnen komen. Nee, blijkbaar niet. 0,3 meter er vanaf. Maar dat vindt Codemasters niet goed. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 92 hier in de Verenigde Staten. De lampen zijn uit en we zijn onderweg.
komen goed weg. Norris is al beter weg, dankzij die softbanden. Leclerc begint ons een beetje af te knijpen naar de eerste bocht. We maken een divebomb naar de Monegask. Missen de Apex daar. En dat is een touché met Charles Leclerc. Vol vleugel kwijt van de Monegask. Hij moet naar binnen voor een nieuwe neus. En de virtual safety car is uitgeroepen op het circuit door de rommel van Charles Leclerc. Gelijk al chaos in de openingsronde van de race. En Leclerc verliest al gelijk de pace. Dankzij die voorvleugel die eraf is. Daardoor verlies je downforce en dan krijg je dat. Herhaling van Charles Leclerc. Wat er zo net is gebeurd. Vertrok van pole position. Kwam heel goed weg. Maar dan hebben wij hier de topsnelheid. Leclerc begint ons af te knijpen. Lukt helaas niet. Wij maken hier een divebomb wat helaas mislukt. Leclerc kruist terug. En ja, dan is het... Ja, ik schoot te ver door, wil die bocht halen, stuur te ver naar links en raak Charles Leclerc. Daardoor is Leclerc zijn voorvleugel kwijtgeraakt en moet dus een pitstop maken. Virtual safety car eindigt alweer als Norris een 5 seconden tijdstraf heeft opgelopen. Geen idee waardoor, maar we kunnen weer verder racen met de grote prijs. Leclerc gaat hier al gelijk heel veel secondes verliezen door de downforce die hij mist. Lawson slaat gelijk toe en is naar P2. Leclerc moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. En moeten de druk van Lawson nu zien te weerstaan. En wij noteren even de snelste race ronde met een 1.48.282. Voorlopig goed. Button op P5. Rijdt achter Carlos Sainz. Leclerc dus naar binnen gedoken in de eerste ronde van de race met een kapotte voorvleugel. Kom aan bij de S-secties en hier moeten we wat tijd gaan winnen ten opzichte van Liam Lawson. Als het geel is in diezelfde sector, er valt iemand stil in de grote prijs en het is die andere Ferrari van Nicolas Latifi. De Italianen beleven een rampdag in de Verenigde Staten. Nicolas Latifi moet de strijd hier staken. 0 punten voor de mannen uit Maranello op dit moment. Leclerc komt eraan bij sector 1 en ziet daar zijn teamgenoot links stilstaan. Een pijnlijke dag voor Ferrari op dit moment. Lawson kan geen druk uitoefenen op ons. Gat is een seconde. Herhaling wat er is gebeurd met Liam Lawson. Als daar even Kevin Magnussen een divebomb maakt naar Dan Ticktum. Ging maar net goed. Latifi reed op P12 aan boord bij de Canadees. En hier is het dan gedaan. De motor begeeft het volgens mij. En met Leclerc op de laatste plek. Latifi nu uitgevallen. Ja, is het gewoon 0 punten voor Ferrari. Wat gewoon kei en keihard is. Ronde nummer 14. Als wij naar binnen duiken voor onze laatste geplande pitstop van de dag. Er komt trouwens regen aan tijdens het einde van de wedstrijd. Dus ja, daar kan wat mogelijkheid in zitten. Gaan we dus nu zo lang mogelijk door op de harde band. Button op P2 moet ook naar binnen. En gaat ook naar binnen. Een dubbele pitstop voor mijn team. Oh sorry, ik zeg het verkeerd. Button rijdt de ronde langer door. Wist ik niet. Ik dacht dat hij ook naar binnen zou gaan, maar nee. Button denkt een ronde langer door te rijden. Ik denk dat hij wacht totdat de regen komt. Of hij moet nog in ronde nummer 18 naar binnen duiken. Weet niet of het slim is, maar komen... Voor Liam Lawson weer de baan op de harde band. En Lawson heeft de banden al op temperatuur. En wij gaan het hier lastig krijgen dankzij die koude harde banden. Gaan hier verdedigen ten opzichte van de, volgens mij is het een Nieuw-Zeelander. Lawson zit er dicht op, jazeker. En kijkt hier zometeen naar de binnenkant. Lukt niet dan naar de buitenkant kijken. Wij laten hem staan, maar we prutsen daarmee onze exit. En Lawson kan hier aanvallen met DRS. Wij gaan die binnenkant nog proberen af te knijpen. Lukt helaas niet. Lawson is er voorbij gegaan. En wij kunnen met overtake er niet langs. En moeten nu geduldig zijn totdat wij DRS hebben. En totdat de banden op temperatuur komen. Button moet nog een keer naar binnen. Lawson is al naar binnen gedoken volgens mij. Neem hier een andere lijn om misschien nog Lawson te kunnen passeren. Lukt helaas net niet en moeten gewoon geduldig afwachten
totdat de banden op temperatuur komen, wat ik net al heb verteld. Kunnen hem tenminste wel volgen, dat is goed om te zien. Ronde nummer 16, een ronde later als de harde band op temperatuur is gekomen in de grote prijs. Button na P3 pakt hiermee een podium. Wat kan Liam Lawson met op 12 rondes te gaan? Wij hebben hier DRS, ERS en Slipstream. De wolken beginnen al zichtbaar te vormen op het circuit in Austin, Texas. Wij kijken hier naar de binnenkant van Lawson. Laten hem mooi uitrollen en dat is een touché. Lawson laat hem staan, wordt daar gewoon die broodjes op geduwd. Knijpen hem daar af. Lawson vindt daar nog een gaatje. Maar wij moeten daar gewoon via de buitenkant even bij. En dat doen we ook omdat Lawson zich zo vertraagde. Ja, dan moet je er wel voorbij. Button op P3, Sainz op P4, Tsunoda op P5. En Leclerc rijdt nog steeds achteraan. Nee, die rijdt niet achteraan. Excuses. Die rijdt ongeveer rond... Wat is het? Geen idee. P12 rond. Dit gebeurde trouwens in ronde nummer 4. Even vergeten te vertellen dat Esteban Ocon was uitgevallen. Want jullie zagen volgens mij rechtsboven in beeld 20 auto's. Terwijl er normaal nu 22 auto's rijden. Ocon dus uitgevallen in de grote prijs in ronde nummer 4. Lekker boeiend. Ronde nummer 23 alweer als het begint te regenen op het circuit. En ik vind het een mooi moment om naar de intermediate te duiken. Tsunoda op P5, Perez. Geen idee waar hij rijdt. Volgens mij is hij ook met pensioen als ik het goed zeg. Weet ik niet zeker. Ik weet niet waarom de naam in één keer bij me opkwam. We hebben daar een flink moment overstuur. Corrigerende bewegingen moeten wij maken met de controller. Want ja, ik speel met de controller. Heb geen geld en geen plek voor ja, een setup. En ik vind het eigenlijk ook een beetje geldverspilling. Dus vandaar weten jullie het nu. Pitstop tijd dus voor de intermediate. Lawson duikt ook mee naar binnen. Hetzelfde geldt voor Jensen Button. 2.3, een prima pitstop. En komen mooi terug aan de leiding weer het circuit op. Met nog 4 rondes te gaan. Benieuwd waar Jensen Button naartoe gaat. Rijdt even kort op P2, maar is nu weer teruggewezen tot P3. En Sainz en Tsunoda duiken ook mee naar binnen, jazeker. Nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. Alonso blijft buiten op de mediumband. En dat heeft hem pijn gedaan, want wij gaan hier alweer een race winnen in F1 22. My Team Caremo pakken ook de grote prijs. Van de Verenigde Staten, Liam Lawson op P2, Jensen Button op P3. Doet hij goed, Tsunoda via Sainz 5 is het op naar de volgende wedstrijd. Population B. That's the race win. That is the race win. You've been amazing today, mate. You deserve that. Well done. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. And congratulations to the whole team. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Rain always has the potential to liven up a race and mix up the order, and they've taken full advantage of that to claim the victory today. It's a bit of a lottery when the conditions are like this, but they've managed to stay on the circuit and have come out on top. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Maar goed, hier hebben we de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van de Verenigde Staten met als aan het race onder punt. Goed gedaan. Liam Lawson op P2, Jensen Button op P3, Yuki Tsunoda op P4, Carlos Sainz P5, Russell 6, Felipe Drugovic P7, Norris 8, Leclerc stelt teleur P9 en Gasly maakt de top 10 compleet. Vertrokken vanaf P18, doet hij goed. Heeft hij goed
gedaan. En wij zijn dus nu ook officieel constructeurskampioen bij de constructeurs. Dus de dubbel is weer van ons, jazeker. En twee uitvallers, Nicolas Latifi en Esteban Ocon. Button klimt naar P4. Het is nog close tussen nummers... tussen de nummers 3 en de nummers 5. En eigenlijk geen wijzigingen bij het constructeurskampioenschap aan de top. Dus dat is goed om te zien. Drie partij breakdown, plus 5 voor mij en plus 2 voor Norris. Volgens mij 7 tegenover 2. Het gaat de goede kant op. Team Acclaim is level 28, wij zijn level 22, Button is level 16. Dus ja, dat is ook goed om te zien. Dan even door naar de cash. $1,87 miljoen op de bank erbij gekregen, jazeker. Helaas hebben Button en ik wat schade gereden. Dus dat is minder. In totaal op de bank $20,54 miljoen. Goed, we doen er helemaal niks mee, dus het is alleen maar sparen, sparen, sparen. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs en video. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. En heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Met als nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijks F1 22 My Team Kremlin content. We gaan de goede kant op. We gaan richting de 200 abonnees. Dat is super om te zien. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. En schakel ook naar dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En volg me ook even op de sociale media. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gian, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.